Hallo iedereen, vandaag zit ik hier weer met mijn allerliefste Janneke voor een nieuwe Start to Sue video. Want wij moeten nog een cadeautje hebben voor Janneke, haar boyfriend, want die zijn 7 jaar samen. Ah, ja. Dat komt super goed uit, want vandaag maken wij de Isaac t-shirt. Zalig! Dus dan heb je ineens een cadeautje om af te geven. Amai, super! Voilà. Heel goed, en hij staat goed met strepen. Ja, goeie idee. Goeie combo. Perfect. Dan zullen we daaraan beginnen. Ja, keigoed. Ik heb er al zin in. Zo Janneke, al onze patroondelen die liggen hier klaar. Het zijn er 7 in totaal. We hebben hier A en C. Dat is de bovenkant. Dat is in de vliegtuigjesstof. Ah ja. Dan hebben we B en D, dat is het voorpand en het rugpand, maar de onderkant, dat zijn de streepjes. Dan hebben we nog E, dat is de mouw, dat komt ook in de vliegtuigjesstof. Ah ja, ook wel, ja. Ja. En dan hebben we nog F, de halsboord, voor bovenaan. Dat is ook een andere stof. Dat is ook een andere stof, dat is in de boordstof. En dan hebben we nog G, dat is het zakje. Ook in een ander. Ook in een ander. In een jeansstofje. Voilà. Okay. Dus dat is heel wat knipwerk. Maar dat komt goed, hè. Zullen we er eens aan beginnen? Yes. Alright. Ik heb er geen zin in. Alright, we hebben hier ons voorpand, stukje A en stukje B. Ah, ja. En ik heb hier al rijgdraadjes door de stof gedaan, want daar komt het zakje. En dan weten we zelfs waar we dat juist moeten positioneren. Zo ligt het klaar. Wat gaan we doen? Gewoon goede kanten op elkaar. Ja. En zo stikken en overlokken ook ineens. Super. Zou ook een Marcelleke kunnen worden eigenlijk. Ja, als je geen zin hebt om mouwen te stikken, dan kun je dat ook zo laten. En dan, Janneke, gaan we ook juist hetzelfde doen met het rugpand. Dus de rug met de streepjes en de rug met de vliegtuig. Oké, top. Voor de volgende stap, Janneke, hebben we ons zakje nodig. We hebben al alle randen mooi overlokt. Ja. En hier aan de knipjes, knipjes, hebben we het omgestreken. Ja. En dan gaan we zo hier de omslag eigenlijk vaststikken. Okay. Dus ongeveer op 2 centimeter van de bovenkant ga je zo mooi recht stikken. Okay. Goed. Recht weet ik niet, dat gaat lukken. Ik vind dat je dat heel goed gedaan hebt, Janneke. Dank je. Nu gaan we de randjes zo 1 centimeter omstrijken. Ja. Hier ook. Dus eigenlijk en die ook. Oké, strijken, hè? Ja. En dan daarna pakken we onze voorkant van ons t-shirt erbij. En gaan we dan mooi, als het omgestreken is, aan de rijgdraadjes leggen. Een zakje is omgestreken en dan gaan we dan mooi aan die rijgdraadjes leggen. Mm-hmm. Zo. Mooi opspelden en dan zo vlak langs de rand zo opstikken. Zo. Supergoed. Ik ben echt kei fier op u. Ja? Ja, het is echt kei mooi gestikt. Zo mooi naast de rand. Jij verdient een dikke pluim, Janneke. Ja, dankjewel. Nu, onze volgende stap. Pakken we ons rugpand erbij. Ja. En gaan we die mooi voorpand en rugpand mooi op elkaar leggen. Mm-hmm. En de schouders op elkaar leggen. Ja.
stikken en overlokken. Okay. Bij de schouders. Dat hebben we al eens gedaan. Hè. Ja. Dat kunnen we. Het marcelletje maken. Hè. Ja. Afwerken. De poncho. We hebben bij de mouw één knipje, dan bovenaan een knipje en dan achteraan twee knipjes. Dus het één knipje komt aan de voorkant, de dubbele knipjes komen aan de achterkant en het bovenste knipje komt aan de schoudernaad. Ja. Dus we gaan beginnen met deze mouw. Die heeft hier één knipje, dus dat moet aan het voorpand komen. Met de goede kanten op elkaar. Ja. Dus dat komt daar. Eerst aan het knipje spelden, hè? Ja. En dan de bovenkant op de schoudernaad spelden. Ja. En dan de dubbele knipjes. Bij de dubbele. Bij de dubbele op de rug. Oké. Zo. En dan daarna gaan we nog wat extra speldjes steken. Ja. Dat de stof mooi verdeeld is. Zo. Ik ga dat even verder spelden. En dan gaan we heel de mouw instikken. En ook helemaal overlokken. En hetzelfde met de andere mouw. Yes, perfect. Dat gaan we doen. Top. Dat begint hier al goed op een t-shirt te trekken, vind ik. Yes. Dat niet op een onderbroek ligt. Stel je voor zo. Ja. Oké. De volgende stap bij onze t-shirt is de onderkant van de mouw en de zijkant. Oké. Dus we gaan onze t-shirt binnenste buiten draaien. Zo. Mooi op elkaar leggen. Ja. En dan. Oh my God. Zo. Ja. Naar beneden. Stikken. Ja. En aan de andere kant ook. Ja. Stikken en dan overlokken. En dan is hem. Nee, nog niet af. Bijna af. Almost there. Ziezo, onze volgende stap is de halsboord. We gaan die met de goede kant naar binnen. Op elkaar. Hoe weet je wat hier de goede kant is? Ja, je ziet dat als je dat opentrekt, langs de ene kant zie je zo elastische draadjes. Zo. Zie je dat? Ja. En hier zie je dat niet. Oké. Dus de goede kant is de kant waar je de elastische draadjes niet ziet. Ja. De mooiste kant, hè. Wat jij de mooiste kant vindt, pakt jij als goede kant. En dan is dat oké. Voilà, dus de korte kanten gaan we op elkaar spelden. En dan stikken. Ja. En dan gaan we naar de volgende stap. Oké. Op 1 centimeter. Stikken. Good. Ons halsbiesje hangt aan elkaar. Nu gaan we het mooi dubbel plooien en aan de hals van onze t-shirt spelden. As usual, eigenlijk. Dus de naad aan de halsboord gaan we samenleggen met het knipje in de rug. We gaan dat al eventjes vastspelden. En dan hebben we daar recht tegenover nog een knipje. En dat gaan we samenleggen met het knipje in het voorste. Zo. Ook een speldje. En dan hebben we aan de zijkant nog twee knipjes. Daar en daar. Hier. En dat leggen we samen met de schoudernaad. Zo.
Dat spelden we ook goed vast. En dan gaan we nog een paar speldjes steken in het midden altijd. Ja. Daarvoor moet je ook het halsboordje een beetje uittrekken. Ah ja. Want dat is ietsje smaller als de hals van de t-shirt zelf. Oké. Okay. En dan, als we dat gedaan hebben, gaan we rondom stikken op 1 centimeter en afwerken met de overlock. Oké. Goed? Ja. All right. Oké, Janneke is bijna klaar, onze t-shirt. Hij ziet er wel echt super mooi uit. Ja, tof, hè? Ja, echt wel. Alright. Zeg, het volgende dat we gaan doen is de mouwzomen en de zoom van een t-shirt overlokken. Ja? Dan gaan we dat 2 centimeter omstrekken en vastzieken. En dan is hem klaar. Oké, het einde is in zicht. Ja. Zalig. Deze is wel echt een toppertje, hè? Amai, daar gaat hem zo blij mee zijn. Ik denk het ook. Dat gaat hem echt wel niet verwachten als cadeautje. Nee. Hij gaat heel blij zijn. Nee, ja. Je hebt dat supergoed gedaan. Ik ben echt fier op je. Dank je. Ja. Het was ook echt leuk om te doen. En niet zo moeilijk, dus jullie thuis zouden het ook moeten kunnen. En voor meer video's, zeker naar onze website gaan. Salut. Ik mis je. Ja, want ik ben vorige keer begonnen. En moet ik zeggen, hallo iedereen. Of wat zeg jij meestal? Ja, hallo iedereen. Hey, van... Hallo, vandaag zitten we hier weer samen. Nee, zit ik hier weer met mijn allerliefste Janneke. Dat ga ik zeggen. Oké. Okay. What the fuck. Sorry, maar dit vind ik wel eerlijk. Hier is iemand. Nou.